ik werk bij een woningcorporatie. Ik ben niet heel erg zeer betrokken bij warmte, maar wel bij duurzame renovaties. Maar dan is het toch wel heel interessant om te horen wat de ontwikkelingen zijn op het warmtegebied. Dus ik vind het interessant. Ik werk bij een woningcorporatie. En wij zijn nu vooral bezig met nul op de meter renovaties. Dat doen we in het kader van de stroomversnelling. Samen met nog een paar andere corporaties in Nederland en bouwbedrijven zijn we aan het proberen om op grote schaal woningen heel duurzaam te renoveren. Zo goed dat de woningen evenveel energie produceren als dat de bewoners nodig hebben. En de belangrijkste aanleiding voor ons om dat te doen is dat dan de woonlasten gestabiliseerd worden voor de huurders. Dus dat is voor ons een enorme trigger om hieraan bij te dragen. Als ik denk aan de warmtevoorziening over 10 jaar, dan heb ik toch sterk het vermoeden dat er steeds meer ontwikkelingen komen die onafhankelijk zijn van gas. En ik hoop zelfs dat er op een gegeven moment zelfs hele wijken niet meer op gas worden aangesloten. Zelfs al die nu op gas aangesloten zijn en dat er dan gasnetten worden vervangen of niet meer vervangen, maar dat het allemaal elektrisch wordt. Ik denk dat die ontwikkeling over 10 jaar, zul je die op meerdere plekken in Nederland gaan zien. Dat verwacht ik. En wij geven daar als woningcorporatie dan al nu een goede aanzet toe door all electric te gaan, dus niet meer op gas.